Een hele goede morgen. Het is vandaag 2 mei, 9:30. En we gaan een dagje naar Volendam. En dat is superleuk. Maar ook een beetje spannend, want we gaan met mijn auto. En aangezien ik nog maar net mijn rijbewijs heb, is het even een beetje spannend om dan helemaal naar Volendam te rijden. Maar dat komt helemaal goed, want ik ga niet alleen. Ik ga samen met Anita. En die gaan we zo meteen ophalen. Maar eerst ontbijten. Yummy, een lekker keizerbroodje met avocado en een cappuccino. En nu wachten op koffietijd. Hoi, we zijn onderweg richting Volendam. Elodie achter het stuur. Ja, we moeten nog 41 minuten en dan zijn we er. Dus ja. Kijk dan, dit vind ik kut. Twee vrachtwagens naast elkaar blijven rijden. Ja, ik snap het. We zijn nu op zoek naar een tankstation, want Elodie moet naar de wc. Ik moet plassen. En dan gaan we even wisselen. En ja, maar ja, volgens mij is er geen tankstation. Maar ja, we zien jullie zo wel weer. Een hele goede middag. We zijn nu bij de eerste pitstop, want ik moet plassen. En dadelijk gaat Anita rijden. Ja! We zijn nu ongeveer bij Amsterdam de buurt, dus ik heb het lang volgehouden, vind ik. Ik vind dat ik het echt goed heb gedaan. Ja. Ondanks dat ik echt 7 kleuren schijt als ik moet me uitrijd. Maar het ging echt goed. Ja, ze kan het echt. Ik ben echt trots op mezelf. Gewoon even lekker naar Amsterdam het ook blijven. Maar nu gaan we veel door zeven rijken. Want ik moet echt mega nodig. Ja. Oh, nou, tot zo. En we zitten in de auto. Woehoe! Nu rijdt Anita. Want ik ga geen zin meer. Ja. Kijk, dat doet ze goed hoor. Ja. Hoe rijdt hij? Heerlijk. Lekker hè. Het autootje heb je hier dan? Voor het K. Ja, voor paars. Een paars. Vooral een paars. Nou, en waar zijn we nu? Ik heb eigenlijk geen ergens. Oh, ken je ze vrachtwagen? Hij is alweer weg. We zijn bijna bij Schiphol. Bij Schiphol bijna, ja. Ja. Oh ja. Bijna. We zien aan een bord Volendam. Oh, ik mag slaan. We zijn er bijna. Wow. Volendam, ja. Maar het staat om 12:55 komen we aan. Oh, dat is nog een kwartier. Nog een kwartier en dan zijn we er. Wat is dit? Vind je het erg als ik aan je zin? Twee diamanten in jou. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Bandje kaal. Ah, het Volendam staat nu op de weg. We zijn in Volendam. Net de auto geparkeerd. Er staat op dat het gratis is, maar dat vertrouwen we eigenlijk niet. Maar ja, niemand anders heeft een dingetje betaald. Dus ja, het zal wel goed wezen. I know. Staat op dat bord? Oh nee, dat je we zijn nu bij het. We hebben geparkeerd bij het Rompelt vakantiepark. Je zou denken dat je daar juist moet betalen, ja. Toch? Maar dat stond echt gratis. Heel raar. Kijk, die Volendamse huisjes. Ik vind het zo leuk. Nou, we gaan eerst even naar de dijk en dan gaan we daar een hapje eten. Ja. Dus tot zo! Voor wat is het eigenlijk? Oh, nou, ik even moeten vragen. Als je nu Simon nog ziet, is je dag compleet, meid. Je gelooft het nooit, we lopen net de dijk op. Gelijk Kees, gelijk zo'n dikke camera erop. Echt hilarisch. Kees. We zitten lekker op een terrasje. Ja. Net lekker gegeten. Dijk had een Volendamse salade en jij had een... Tosti. Tosti. Hartstikke lekker. Lekker simpel. En de verhaal nog niet verteld van Kees, hè?
Oké. Dus we waren net in. We liepen echt nog maar net de dijk op. En toen zagen we Kees weer, maar we durfden niks te zeggen. Dus, en hij liep achter ons met een hele grote cameraploeg. Dus ja, we durfden niks te zeggen. En toen liep hij wat verder door en wij maar heel langzaam lopen en lopen. En hij liep achter ons. En nu liep hij vlak achter ons. Ja, echt vlak. We hoorden hem gewoon praten. Oh my god. En op een gegeven moment ging hij zeg maar ons passeren zo. Dus ik dacht, ja, opeens dacht ik van, vraag gewoon. Ik zei, hey Kees, mag ik met je op de foto? En gelijk, ja hoor. En op een gegeven moment die crew, die zei van, ja, wacht even met een foto, dan gaan we het even filmen. Dus we zijn meteen op de foto en op de film. Ja, dus hij was wat engageerd. Dus ja, moest even wachten in die camera klaar stond. En Kees had zo'n microfoontje om en zo. En toen werd zijn foto gemaakt. Met onze selfie. En nog een beetje praten met Kees en zo. Ja, zo leuk. Nou, dat werd dus gefilmd en een gesprekje en zo. En toen, we hadden geen idee waar het op komt. Ja, we wouden het even vragen waar het op komt. Maar ja, dat weten we niet. Dus dat is even balen. Maar ja, toen kwamen we dus elke keer maar weer tegen. Elke keer kwam hij weer teruglopen en zo. Ja, echt super grappig. Ja. Maar ja, nu dus even lekker op de dijk, even wat gegeten. En we gaan zo weer verder. Waar gaan we zo eigenlijk heen? Ik denk winkeltjes kijken, maar gewoon, winkeltjes kijken. Gewoon even kijken, wat meiden altijd doen. Ja, en natuurlijk even langs alle BN'ers lopen. Ja. Ja. Of gaan we lopen? Ja, hoe weer dan? Met de auto. Ja, maar je kan daar niet parkeren. Maar het is bij het stadion. Daar woont Jan en Sien. Een beetje shoppen, Vera Moda, heb ik twee truitjes gekocht en we liepen net langs het oude huis van Nick, hoe heet dat? Burgemeesterhuis? Nee, hoe heet het? Gemeentehuis, burgemeesterhuis, gemeentehuis. En nu even, hoe lekker weer gaan nu even kijken bij het stadion. En daarachter woont Jan Smit. En dan gaan we daar kijken. En aan het eind van die straat woont Simon. Dus dan gaan we ook even kijken. Wat dat ook weer had. Nou, we lopen nu richting de straat van Jan Smit. Dat is hier om de hoek. Ik vind het altijd toch een beetje spannend. Anita is even aan het bellen. Het is... En ik heb van horen zeggen dat het eind van deze straat dan Simon weer woont. Maar nou zag ik net op Snapchat dat hij op vakantie is. Of nee, naar Manchester is. Ik weet niet of het vakantie is. Deze straat is het, oh my god. Ik voel me echt zo'n ramptoerist. Ja. Schaam ik me zo. Nou, we lopen nou in de straat van Jan. Leuk. Ik denk dat Elodie een beetje zenuwachtig is. Ja. Kijk, dat is zijn huis. Dat huisje is wel groot hoor. Ja hè? Ja. Moet ik jou filmen op de straat? Oh, er zijn mensen thuis. Dat is zijn auto. Ik loop er rond aan. Ja, maar ik vind het een beetje awkward dat ik zat te filmen. Nee, dat is niet. Feestje hoor. Ja, volgens mij is er iemand jarig. Heftige shit hoor. Al die buren staan natuurlijk weer te kijken. Ik doe niet aan bij, dat vind ik altijd een beetje te... Ja, dan hoor ik niet bij als je dat doet. Nee, dat doe ik ook nooit hè. Is het huis. Maar van de andere kant.
we zijn echt heel toeristisch hoor. Het is echt verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Mooi huisje. Mooi hè, Elo? Ik heb ook die lamellen. In mijn kamer. Ze hebben een leuk vest gezien. Kijk. Er zijn ook verschillende maten. Valt wel. Dat is heel groot. Ik hoop zeg maar of een dag aankomt. Oh, stilletjes. Souvenirtjes. Ja. Ik heb een drol gekocht. En een moederlijk cadeautje. En kleding van de Vera Moda. En ik heb een trui gekocht. Met wat? Amsterdam. Ja. Dat ik Volendam ben. Ja, dat vind ik jammer. Ik wou ook hebben, maar dan met Amsterdam met Volendam erop. Maar dat hadden ze niet, alleen met Amsterdam erop. Kijk, en dat vind ik niet zo leuk dan. Nee. Hij is Bordeaux. Ja, Bordeaux, dat is wel echt een reële mooi. Dat is echt mooi. Het is wel echt poepiedruk altijd op die lijntje hier zo. En dan heb je ook nog zwijntjes. Hè? Huh? Heb je ook nog van die zwijntjes. Oh ja. Kijk, vis is wel lekker, ja, maar... Ik heb zin in kerk. Ik zit zo vol. Echt. Ja, die is wel lekker, deze. Ja, ik zit zo vol al. Zullen we doen? Nee, ik hoef geen vis. Ja, ik hoef eigenlijk, ja. Ik kan even wegdalen, maar als jij vis wil. Ja. Haringetje happen. Een haringetje. Ga je haring alsjeblieft. Geen haring? Ja. Gesneden? Nee, hoeft niet. Dan gaan we de huisjes erbij. Ja, alsjeblieft. Gaan we de... 2 euro alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Hij is won weg, zag je? Ja. Daar gaat hij, hoor. Is hij lekker? Oh my god. Nou. Ik heb net lekkere visje op. En, nee, de Chinezen naar die loopt toch. En we zitten nu even aan de dijk. Kijk, dit loopt zo naar beneden. Dit is wel de dijk, kijk. Viskraam. Ziet daar een knappe jongens. En Anita ziet een knappe gozer. Ja, maar ik denk dat hij niet voor mijn leven is. Oh ja, oh my god, ik zie hem ook. Wacht. Waar is hij nou? Hij staat net achter zijn moeder. Dat is een beetje jammer, denk ik. Ik denk dat dat zijn zusje is. Zijn zus. Oh, kijk, hij staat daar. Oh, wat kijk daar. Nee, nooit. Kom hier. Oh ja, ik ga nu. Ja, oh, wacht. Hij heeft alleen een beetje. Maar dit valt zo op. Jammer. Ja, heel jammer. Maar, dat was, maar zijn zusje stond de hele tijd voor. Het is nu 5 uur. 5 uur. Maar ze zijn nog steeds in Volendam. Ja, sinds 1 uur. Sinds 1 uur. Maar we zitten uit een beetje te tubben, want we willen nou wel terugrijden. Maar dan staan we echt dik in de file. Ik ben bij Amsterdam. Knap vandaag. Nee, even serieus. Ik vind mezelf wel aan het trekken. Mag ik dat even doen? Ik zie hartstikke. Nee, niet als ik lach. Nee, dan is het weer verpest. Mijn wenkbrauw is mooi. Sorry. Mijn haar zit al weer. Oh. Nee, maar toen loopt ik al heel snel. Ik dacht, waar is dat nou? Zelf en mijn drol. Ja, kijk, mijn drolly. Je ziet niet zo goed. Moet je dadelijk dan in je auto doen. Ik ga naar mijn auto doen, dat is leuk. Maar we lopen nou weg uit Volendam. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. I just na na na. I just na 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 for me.
Nou, ik moest nu weer vloggen van Elodie, want Elodie komt weer niet handelen met de Arby's. Ja, maar dat gaat zien. Kijk, hoeveel tassen. De drol is gewoon zo zwaar. Maar wacht, dit is de... Kijk. Pia! It's me, myself en mijn drol. Het is Mac-tijd. Het heeft even geduurd, maar we hebben hem gevonden. Er zijn 3 rondjes in zijn rij of zo. En nog steeds wel in Amsterdam. We dachten dat we verder waren naar Amsterdam, maar we zitten eigenlijk nog steeds in Amsterdam. We hebben ook heel lang in de file gestaan, hè? We hebben ook, we hebben ook even in de file staan. En nog een paar gasten tegengekomen in de auto. En mijn moeder zei nog zo, doe geen raampje open. En wat deed ik? Ik deed het raampje open om even te praten. We hebben ons wel naar deze Mac gewezen, dus hey, toch wel weer goed. En hij was aardig, toch? Ja. Als mijn moeder dit hoort, oh. Maar we zitten even bij de Mac. Kijk. Al het eten is voor mij zo slecht. We zijn weer aangekomen bij Anita de Huis. En dit was alweer een dagje Volendam. Het is 9 uur. 9 uur. Ik ben best wel moe. Maar het was wel echt heel leuk. Het was echt heel leuk. Ja. Wat vond je het leukst? Keestol. Keestol. Ja. Dat vond ik ook wel leuk. Maar ook, we waren net die duik op en gewoon gelijk. Bam, ja. Kees, hè? Die camera en alles. Ik dacht dat we deden op de camera moesten en zo echt filmen. Dat vond ik ook het leukst. Dus. Wat vond ik nog meer leuk? Simons huis. Die had ik nog niet gezien. Het is een nieuw huis. Dus dat vond ik ook wel even leuk. En Annemarie. Oh my god, we zagen Annemarie. De vriendin van Simon. Voor mensen die het niet weten. Ik heb geen idee wie het was. Ze tikte me aan met dat tasje. Wat doe je nou, joh? Maar dat is de vriendin, de vrouw van Simon. Als Annemarie. En die zagen we toen lopen. Maar ik durfde geen foto te vragen. Want ze liep wel een eindje verder, zeg maar. Ja. Volgens mij bijna aan de overkant van de straat of zo. Dus dat durfde ik niet. Ja. Maar we hebben het wel gezien. Ja, het was echt heel leuk. En we hebben de kinderen van Jan Smit gezien. Want die waren aan het spelen. En die zagen we toen ook. Ja. Dus we hebben veel gezien in al met al een leuke, geslaagde dag. Echt heel leuk. Nou, dan gaan we het hierbij afsluiten. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren. En te delen met iedereen die je kent. Doei. Doei.